Niet is bezet. Dus iemand anders kan je niet doen. Ja, maar dan moet je met de trein. Ja, maar dan we vieren deze maand dat in Vlaanderen de eerste dienstencentra 40 jaar bestaan. Maar tegelijkertijd is er ook deze week de vierde verjaardag van Perron Oost. Dus voor alle vrijwilligers hierbij nog eens hartelijk bedankt voor alle inzet al 4 jaar lang. Want zonder vrijwilligers is er geen Perron Oost. Vandaag, op dit moment, wordt er in 133 dienstencentra in Vlaanderen een welkomstwoordje gericht tot de deelnemers aan deze quiz. Al die 133 dienstencentra spelen dezelfde quiz als wij hier vandaag. In totaal gaat het over meer dan 500 ploegen. Ja, als iedereen een gemiddelde heeft zoals hier, dan is het nog veel, veel meer dan 500. We spelen om te beginnen 5 rondes, eigenlijk volgens het voorbeeld van de slimste mens ter wereld, wat de meesten onder jullie wel zullen kennen. Jullie zien het al een beetje, ronde 1, de 369, de galerij, de puzzelronde, open deur en collectief geheugen. Net zoals de slimste mens ter wereld op TV. Als die 5 rondes afgelopen zijn, gaan we hier ter plaatse een winnende ploeg hebben. En die winnende ploeg die mag daarna een korte finale ronde spelen. Het resultaat, dus de oplossing die de ploeg vindt, samen met de tijd waarbinnen ze die oplossing gevonden hebben, gaan we dan via mail doorsturen. Voor 4:30 moet dat gebeuren. En dan hopen we om 5:00 te weten wie in heel Vlaanderen het slimste dienstencentrum is. We gaan misschien heel eventjes een stukje het vervelendste deel doornemen, het reglement. Elke ploeg krijgt telkens bij elke ronde een antwoordblad. Daar moet natuurlijk jullie naam op staan, jullie ploegnaam. Als jullie geen naam moesten hebben, maar ik denk wel dat elke ploeg een naam heeft, dan kunnen jullie het nummer van jullie tafel opzetten. Alle antwoorden moeten leesbaar zijn voor onze jury. Er mogen natuurlijk geen gsm's gebruikt worden of andere externe bronnen geraadpleegd. Dat spreekt van zich. Elke ronde is eigenlijk een beetje hetzelfde opgebouwd. En ik geef een korte inleiding, dan toon ik een filmpje. Heel vaak met bekende Vlamingen die bereid geweest zijn om aan ons project mee te werken. Na het filmpje worden de antwoordbladen rondgedeeld. En daar staan de vragen opnieuw op. Dus geniet van de filmpjes, er is niks wat je behalve bij 102 moet echt onthouden, want alles staat op je blad. Als de blaadjes worden uitgedeeld, dan hebben jullie ongeveer een 10-tal minuutjes maximum tijd om de antwoorden in te vullen. En dan wordt de jury de blaadjes terug opgehaald. Als de bladen overal zijn opgehaald, dan overloop ik eventjes met jullie wat de juiste antwoorden hadden moeten zijn. En onze jury gaat mild verbeteren, dat hoop ik toch. We hebben als spelregel afgesproken dat de antwoorden fonetisch juist moeten zijn. Dus we gaan echt niet over een D of een T of een C of een K of over 2 L of 1 L. Dat gaan we niet vervallen. Als wij namen van personen vragen, willen we wel altijd de naam en de voornaam. Dat is niet in veel quizzes, maar in dit geval willen we naam en voornaam van elke persoon waar we naar vragen. En het allerbelangrijkste, onze jury heeft altijd gelijk. Ook al hebben ze... De antwoorden die als juist gelden, die zijn op voorhand vastgelegd door de mensen die de quiz hebben samengesteld. En die antwoorden die worden in alle 133 dienstencentra als enige juiste antwoord goedgekeurd. Ik denk dat we dan kunnen beginnen. Ik ga eerst eventjes de echte quizmaster aantonen. Visual is een tijdens samenwerking in Vlaanderen. Een quiz die geïnspireerd is op de slimste mens ter wereld. Misschien heeft u er wel eens van gehoord. We gaan op zoek naar het slimste dienstencentrum. Daarvoor spelen we 5 rondes eerst. En dan zien we wie van die, na die 5 rondes de beste is van uw dienstencentrum. Al die beste gaan dan 6 rondes spelen. Dat wordt de finale. Ik wens jullie veel succes, veel plezier. En ik hoop dat jullie pacemaker het volhoudt tot het einde. Ja.
Van welke groenten eten we alleen de rode stengels, niet de groene bladen, want die zijn giftig. Van deze rode stengels maken we vaak ook confituur. Het volgende roman staat in Rome. De Arc de Triomphe in Parijs. De Toren van Pisa in Pisa. De Boerentoren in Antwerpen. Maar weet u welk belangrijk gebouw van de Amerikanen er staat in Guantanamo Bay? Wat bewonderlijk onze sportvrouwen. Zij bezorgen ons land eer en glorie, moed en doorzettingsvermogen. Ach, ze zijn echt bewonderenswaardig. Elke dag trainen en volhouden en dan nog een gedisciplineerd leven leiden, het is niet niks. Charlien van Snik weet daarover mee te spreken. Zij bezorgde ons land een bronzen medaille de eerste dag van de Olympische Spelen van 2012. U wist dat? Mooi zo. Maar weet u ook in welke sport dat? Ik herinner mij nog heel goed het moment waarop men mij vertelde dat koning Boudewijn gestorven was. En ik denk dat iedereen onder jullie dat zich nog wel herinnert. Dat zijn maar de dingen die je nooit vergeet. Maar de vraag is, in welke maand werd koning Boudewijn begraven? In welk jaar mochten de vrouwen in ons land voor het eerst stemmen voor de Belgische Kamer en Senaat? Vorige maand klonk de laatste kreun door het Sportpaleis. Couscous kreten hoor je niet meer en Walter Grootarts gaat niet meer vreemd. Maar weet u nog wie de vrouw was van de overleden acteur Nan Buil? Hij leerde haar kennen tijdens de opname van Schipper naast Mathilde. Vrouwen, Tomma, u weet wel, de plant die wij vroeger in elke Vlaamse huiskamer vonden op de vensterbank. Vrouwentongen, door venijnigaards ook wel wijventongen genoemd. Maar dat zijn de mensen die menen dat alle vrouwen wijven zijn en dat ze allemaal over een scherpe tong beschikken. Misschien is dat wel waar, ik weet het niet. Vrouwentongen? Welk plant is dat? Ik bedoel, geef mij de echte naam, de officiële naam van de plant vrouwentongen. Volgende plaats met 43 punten, de turtels. Op de derde plaats, dat is een gedeelde derde plaats, op de derde plaats staan zowel met 45 punten het unisex team, de snoepers en Edelwijs. Dan moet ik dan zeggen wie op de tweede plaats staat of op de eerste plaats? Op de tweede plaats met 47 punten voorlopig de Perron Boys, dus voorlopig op de eerste plaats het Bolero team. Met 49 punten. De zesde plaats met 75 punten, Eloise. Op de vijfde plaats met 77 punten, de Turtles. De vierde plaats met 79 punten, het unisex team. En dan komen we nu aan de top 3. Op de derde plaats met 81 punten, de snoepers. En op de eerste plaats, dat gaat Lisbeth even vertellen, met 88 punten. Bolero team! Ja, dat is
tweede vraag is geëindigd natuurlijk het rondgooien met 84 de groep die als eerste geëindigd is, die mag dadelijk de finale rondspelen op tijdzending.